krijgen met het grotere. Het is vanavond ook in het magazijn waar we een vuurwerkwinkel omgetoverd hebben. Je hebt een gezelligheid met vuurwijn, chocolademelk en dergelijke. Ga dus niet direct weg. Loop er straks even nog langs. Kijk eens eventjes wat er allemaal is. We kunnen vanavond niet kopen, niet bestellen. Bestellen gaat via de webshop. Kuiper-vuurwerk.nl. Dan gaan we nu vragen in het veld of ze de eerste willen afschieten. De Herox Strike van 995 Sena. En dat voor 9,95. Dan gaan we nu naar de tweede, de Royal Artillery. Hij is nieuw en ook deze kost 9,95 van Royal. Dan gaan we naar de derde. En dat is de Gate of Heaven 2. 12,95 Royal is een even. Dat was nummer 3, de Cake of Heaven. Dan gaan we nu naar nummer 4, Miami. Een nieuwe van Wolf, €17,50. We gaan nu naar de nummer 5, de Rogue Wisher. 1995 van Zena. Dan gaan we nu naar nummer 6, naar de Cruelty, 1995 van de Wolf-leverancier. Dat was nummer 6. Dan gaan we nu naar nummer 7. De Gold Rush. 24,95. En die is van Vuurwerk Totaal. Dat is een van onze nieuwe leveranciers. Dan de Gold Rush. Dan gaan we nu naar nummer 8, de Midnight Mania, 24,95 van Zena.
Dat was dus de nummer 8. Dan gaan we nu naar nummer 9. De wake-up call. Van Vuurwerk Totaal 24/7. Dan gaan we nu naar de nummer 10, de Shanghai van Fangru. Ook dit is een nieuwe leverancier van ons. Mooi te zien omdat je diverse effecten in die potten hebt. Zo zijn ook de laatste twee bedacht door de 5 ondernemers die in februari in China zijn geweest met z'n vijf. Dus dan gaan we weer speciale effecten bekijken. Dan gaan we nu naar de nummer 11, de Mystery Flower. Dan gaan we nu naar de nummer 12, de Visual Mastermind. Het is een nieuwe, €25. En die fontein kreeg ik niet. Helaas, fontein ziet u niet. Dan gaan we nu naar de nummer 13, de Pamela 2995 van Leslie. Ook dit is een nieuwe leverancier van ons. Verkeerde volgorde.
Dat was de Pamela. Dan gaan we nu naar nummer 14. De Vermilion Bird. 29,95 van de Pamela. Zo'n roep of zo'n reden. En papa. Mensen, misschien is het verstandig als jullie ietsjes achteruit gaan. Denk even hier om de snoeren. Hier waar de bus staat. Door dat er wel vrij veel wind is, is het niet komen. Ja, we gaan naar Zilver, dus hebben Jan. Jan woont erachter. Ja, maar je mag de lint niet, we staan er niet voor niks aan te doen. Nou, om Zilver op tafel kan wel. Daar is jullie Rossi, nummer 15. Van 31,25 van Royal. Je woont dan zeg maar, daar, dat is een tuin, daar kijken hun vanuit. Dan gaan we eerst heen. Dan gaan we nu naar nummer 16, Hitman, 34,95 van de firma Wolf. Dan was dit de Hitman. Dan gaan we nu naar nummer 17. Ook deze is nieuw. De Joyride. 38,95 van de firma Wolf. Dat was het Joyride.
Dan gaan we nu naar 18, de Sky Palms. €43,75 van de firma Royal. Dan gaan we nu naar nummer 19, New Moon 48,95 van de firma Royal. Nummer 20. Nou gaan we naar de laatste 14. En die 14 die zijn iets anders dan wat we gezien hebben. Deze zijn namelijk wat groter. Ze bestaan soms uit wat meer cakes. Die samen wel één kunnen vormen door ze door te lonten. Maar daar moet je wel verstand van hebben als je dat doet. Wees daar altijd wel correct mee hoe je dat gaat doen. Dan gaan we nu naar nummer 21. 6 pik 216. Een nieuwe van Qatar. Een nieuwe leverancier van €79,50.
weet u dan het effect van een zespak. We gaan naar nummer 22. Zena Mayhem. Die is €85. Van Zena. Zie ik niet. Hè? Zie ik niet. Thank you.
Dan gaan we nu naar nummer 25. De Rood Riot Nieuw. 99,95 van de firma Mol. Even wat langer voordat hij aangaat, maar dat komt ook door de regen en het weer hebben ze alles in plastic moeten verpakken. Wat er nog af moet. Thank you.
deze hoorde nog bij de vorige. Ik dacht dus... Ik vraag het ook al. Want ik dacht, heel aardig. Maar goed, je weet soms niet als het dat geworden is wat er soms wat minder komt een stukje hoog. Dan, dan gaat nu dus nummer 28. Thank you.
zoeken. Wij hebben dit niet bezig. Jij bent Lina. Ik krijg een seintje, ze gaan nog even weg. Ja, gaan we nu naar de volgende. Nummer 31. En dat is de... Dat is de kroon van Marijn.
Ik ga ervan uit dat hij dit was. Ja. Dan gaan we nu naar de laatste twee. Dit zijn bijzondere. Vorig jaar hebben jullie nummer 33 ook gezien. Dat is de Golden Power. En deze Golden Power is in 2013 als beste vuurwerkpot bestempeld door in de vuurwerkfoto. Daar zitten alle mensen die, Duits zeggen ze dan begeisterd zijn van het vuurwerk. En die reageren dan op hoe de potten zijn. En deze is onze beste van 2013 gedaan. En die mag daar niet! Daarvoor door 5 mensen in China uitgebracht, onder Ayo. En hij heeft het afgelopen jaar, is in februari, weer opnieuw in China geweest met die mensen. En ze hebben daar weer opnieuw een andere uitgedacht en uitgeprobeerd. Elke avond weer kijken van hoe is die nu en als we dit erbij doen, dat eraf doen. Nu komt eerst voor 2013 de Golden Power, nummer 33. Yeah!
Dit was dan de laatste die we gezien hebben. Big Box van 249,95. Exclusief voor die vijf mensen en de Big Box voor Kuipen. Het duurt eventjes.